Op maandag 5 december zijn de twee Centrum Stewards, Henk van der Loo en Hassan Zerual, gepresenteerd door Stichting Centrum Management Asten in het gemeentehuis van Asten. Dat gebeurde in het bijzijn van de wethouders Jacques van Bussel en Jacques Huismans. Marcel, zojuist zijn de Centrum Stewards aangesteld. Waarom? We hebben de Centrum Stewards aangesteld omdat zeg maar, vanuit het centrummanagement wij in het centrum, het werkgebied van het centrummanagement, nog meer klantvriendelijkheid en nog wat meer veiligheid willen creëren. En met de inzet van beide Centrum Stewards hopen we dat op termijn dat het alleen nog maar meer gastvrijer wordt en nog veiliger wordt in het centrum. Was die vraag er al vanuit de ondernemers of vanuit het publiek? Je zegt veiligheid. Nou, we merken nou met het traject waar we opgestart hebben, ook met Keurmerk Veilig Ondernemen. Hè, daar wordt geroepen van het is al zo veilig in Asten. Dat is ook wel. Alleen je kunt het alleen nog maar nog veiliger maken. En dat hopen wij nou met de inzet van de stewards ook te bereiken. Dat herkenbaarheid, hè, zeker het centrummanagement is door de stewards ook meer herkenbaar. Maar ook gastvrij zijn voor onze klanten en onze toeristen die we in de zomermaanden mogen ontvangen hier in het centrum. Ja. En wat is zoal de taak? Hè? Je zegt veiligheid, toeristen zijn natuurlijk twee heel verschillende dingen. Waar moet ik dan aan denken? Oren en ogen zijn voor het centrummanagement. Kijk, het zijn geen handhavers. En het is de bedoeling dat zij wat opmerken of wat horen en dat ze daar iets mee kunnen gaan doen. Dat ze zeg maar de politie of de BOA of misschien de gemeentewerf kunnen inzijnen van god, daar ligt wat straatvuil, zouden we dat op kunnen rapen. En dan is het zeg maar het centrum alleen maar mee geholpen. Ja. Wie stuurt u nou direct aan? Het centrummanagement stuurt beide heren aan. En dat doen wij dan ook zeg maar in combinatie met onze nieuwe centrummanager. Maar in feite is het zo dat zij 's morgens of 's middags hebben ze twee, in ieder geval een startadres. En ze starten met een kopje koffie of bij de expert in het winkelcentrum Kompas. Of ze starten met, bij de Albert Heijn in winkels van de Midas. Nou, en van daaruit gaan ze een ronde lopen door het centrum. Ja. Kriskras, zeg maar overal binnen de centrumring. Ja. En hun bevindingen worden dan zowel dagelijks of wekelijks teruggekoppeld? Ja. Zij schrijven wat zij zien en wat ze horen, dat kunnen ze noteren in een boekje. En we hebben op gezette tijden overleg met heren en kijken wat we eraan kunnen doen als ze iets geks opmerken. Ja. U zei al, het zijn geen handhavers, dus we hoeven niet zo bang te zijn als we onze parkeerschijf niet hebben neergelegd. Maar ondernemen hun daar wel actie op? Wordt er van hun verwacht? Iemand die bijvoorbeeld op een plek gaat staan waar een blauwe zone is ingesteld. Ja, dat is overal in het centrum natuurlijk. Ja. Maar stel dat zij vergeten daar een parkeerschijf neer te leggen. Dan zouden ze daar opmerkzaam kunnen maken. En zeggen van, god, mevrouw, meneer, u mag hier niet staan zonder parkeerschijf. Ja. U hebt er misschien geen bij. Ik heb er eentje bij bijvoorbeeld. Hè? Dus echt klantvriendelijk. Echt klantvriendelijk zijn. En zorgen dat die klant zegt van, verdorie, hè, nou heb ik toch geen bon te pakken. Maar ik word er netjes geholpen door die heren. Ja. Op die manier. Ja. Je zegt de toeristen. We hebben een VVV die de toeristen ontvangt. Hun een extraatje? Een extraatje. Ik denk dat het echt een verlengstuk moet zijn van de VVV. Zij zijn de gastheren op straat. En de VVV die zorgt voor de gastvrijheid zeg maar, op andere locaties in het Asten. Ja. Je zegt het bezoekadres is expert in dit geval. Dus ook een bekende ondernemer in Asten. Maar hoe is de terugkoppeling naar de ondernemers? Hoe werkt dat dan weer? Zij gaan ook gesprekken aan. Hè. Het is niet zo dat zij alleen maar op straat rondlopen, maar ze moeten ook een keer bij die ondernemer binnenlopen en horen wat er leeft. En zij horen dan ook van, god, er zijn wat gekke dingen gebeurd vorige week. Of als je nou morgen weer hier komt, let daar en daarop. Dus het is niet zo dat ze alleen maar bij de expert bij Albert Heijn zeg maar, daar opmerkzaam worden gemaakt. Maar ook de andere ondernemers binnen het centrum krijgen ze zeg maar, die boodschap mee. Ja. Nu, het is een boodschapper inderdaad tussen de ondernemer, het centrum. De rol van de gemeente, is die hierin ook nog van belang? Nou, de rol van de gemeente in deze is dat de wetgever, in dit geval de gemeente, die kan optreden als zij zeg maar, iets onhoorbaars zien of horen en zeggen van nou, daar ga ik toch even melding van maken. Dan zou in feite de politie of de gemeente op kunnen treden. Ja. Ja. Er zijn zelf geen handhavers. Hè? Dus, nee. Ik dacht eigenlijk aan iets anders in de vorm van de gemeente.
Zijn deze heren dan ook in dienst van het centrummanagement of van de gemeente? Of hoe werkt dat? Ze zijn officieel in dienst van het centrummanagement. En de heren die hebben met behoud van uitkering krijgen die een bezoldiging. Hè? Dus een kleine toelage op hun uitkering. Hassan en Henk, de nieuwe centrumstewards. Spannende dag voor jullie vandaag? Ja, denk ik, ja. Ook voor jou, Henk? Ja, ik ben vooral benieuwd eigenlijk. Ik ben niet zo gespannen of zo, dat kan ik niet zeggen. Wat verwacht je ervan? Ik moet er net beginnen op de tijd dat het eigenlijk koud is en dat ik nog een beetje ziek ben. Want ik ben een paar dagen gehad een beetje ziek. Maar ik denk gewoon als we een beetje onze route kennen en een beetje contacten opbouwen op de route. En ik denk ook wel dat we dingen zien en dat we ook op dingen gewezen worden. Want het is altijd vice versa van twee richting verkeer. Dus ik denk dat het werk wel op onze weg komt, als het ware. Ja. Hassan, gaat niet zoeken, laat ik het zo zeggen. Oh, hij gaat niet werk zoeken. Hassan, jullie hebben een soort sollicitatieprocedure moeten doen, hè? Om hierbij betrokken te zijn. Hoe ging dat? Nou, het ging gewoon via afspraak bij arbeidsbureau in Helmond. Oh, bij het arbeidsbureau? In Helmond, ja. En daar hebben ze ons daarin gelegd. En ik heb eerst met hen contact gehad. En ze hebben me uitgelegd dat wat allemaal gaat gebeuren en zo. En ik vind het wel goed. Ja. En het is mooi om te proberen. Ja. Jullie zijn beide al langdurig werkeloos, hè? En vanuit daar wordt jullie eigenlijk dit aangeboden. Ja. Vind ik het zo goed, Henk? Ja. Ja? Ja. Waarom zeg je dan ook ja? Hè? Het is natuurlijk wel prettig. Je hebt behoud van uitkering, hoorde al van Marcel. En dit kan een verrijking zijn? Wat bedoel je dat? Een verrijking dat je zegt van, nu had ik een uitkering, ik wil meer. Ik kan niet makkelijk aan een baan komen. Dit is een mogelijkheid? Misschien wel, je weet. Maar kijk, voor mij is het dat ik in beweging kom. Dat is een beetje fris licht gaat nemen en niet al de hele dag thuis gaat zitten. En je hebt helemaal niks te doen, maar nu ga je... Ja, je hebt iets, dus je wacht op iets. Dus je wacht op tijd dat je dit gaat werken en zo. En alles is maar via uitkering. Voor mij is het goed om dat te doen, vind ik. Ja. En voor jou, Henk, wat is voor jou de reden geweest om te zeggen van, nou, dat ga ik doen? Ik verveel me niet, hoor. Dus met de vertaalwerk kan ik al mijn tijd vullen. En doe ik veel bij... Met IVN kan ik ook goed mijn draai vinden. Maar, ja... Het lijkt me ook geen onaardig werk. Ik bedoel, ik weet niet precies wat ik van moet verwachten, maar... Misschien is het ook een manier om... Ik leef een beetje geïsoleerd, dus ik zie er ook wel eens een mogelijkheid in om een soort van meer mensen te leren kennen, dus een netwerkje opbouwen. En je weet nooit hoe het balletje kan rollen. Misschien dat er op een gegeven moment iemand zegt, we kunnen jou een deeltijdbaantje aanbieden of zo. Ja. Want ik bedoel, ik kan nooit van vertaalwerk, zal ik nooit helemaal kunnen leven. Dus, ja. Nou, dus voor jullie alle twee weer een nieuwe uitdaging, toch? Ja, ik denk wel, ja. Jullie zijn beide woonachtig in Asten. Jullie kennen het centrum van Asten goed? Ik denk wel, ja. Hoe lang woon je nu in Asten? Nou, ik woon vanaf 72 in Asten. Ja. En ik ben een paar jaar tussendoor in Deurne gaan wonen. Ja. Maar ik ben eigenlijk meer een Astenaar, zou ik maar zeggen. Ja. En jij, Henk? Ik kom uit Astenheuzen. Maar ik heb 21 jaar in Nijmegen gewoond, omdat ik daar student ben geweest. En ik ben in 1992 teruggekomen naar Asten. Ja. Maar ik heb altijd vrij teruggetrokken geleefd. Maar daarom vind ik dit ook wel leuk, omdat ik er nog wel meer uit moet komen. Ja. Dus,